Als je bij Centus zou komen werken, dan merk je eigenlijk al gauw dat het hier net wat anders aan toe gaat. Een stuk menselijker en tegelijkertijd word je ook gewoon uitgedaagd om eruit te halen wat erin zit. Binnen het development team krijg je dan heel erg de vrijheid om tot een gepaste oplossing te komen. Of je daar dan de nieuwste technieken voor gebruikt of dat je een stuk code hergebruikt, is natuurlijk helemaal aan jou. En dat stukje vrijheid, dat zie je naar mijn idee niet bij alle bedrijven. Verder hebben we binnen het development team geen aparte front-end en back-end. Werkt iedereen met de hele software stack. En voor mij maakt het dat gewoon afwisselend en leuk. Dat je niet alleen maar aan hetzelfde bezig bent. Gedurende de werkdag ben ik natuurlijk bezig met software schrijven. En ik zie elk probleem een beetje als een puzzel. En je moet tot een bepaalde oplossing komen. En hoe je dat doet, of je dan bepaalde puzzelstukjes moet bijmaken omdat het niet bestaat. Of dat de puzzel een 3D-puzzel blijkt te zijn en dat je de juiste invalshoek moet zien te vinden. Ja, dat is dan elke keer weer anders. Wat mij drijft is verbeteren en innoveren. Als bijvoorbeeld een klant vraagt om een functionaliteit en doordat ik er lang en goed over nadenk, kan komen met iets beters en de verwachting van de klant daarmee overtref, daar word ik gewoon blij van. Iedereen wordt gerespecteerd, er wordt naar je geluisterd. Er is altijd ruimte voor goede ideeën. Ja, en dat verschil, dat spreekt mij gewoon heel erg aan. Als je hier bij Centa zou willen komen werken en jij bent iemand die niet alleen is geïnteresseerd in hoe iets werkt, maar ook waarom, dan nodig ik je uit om een keer langs te komen. Werken bij Centa is voor mij vrijheid, uitdaging en plezier.